Yo mensen, Riley en welkom bij de derde aflevering van The Giant. In deze aflevering gaan we natuurlijk een aantal rondes proberen te overleven. En dan ga ik jullie uitleggen, oh shit, hoe je, heel belangrijk, de geheime purren krijgt. Dan is een purren dat je speciaal dingen kan krijgen. Ik ga even uitleggen hoe dat moet, dan ga ik zo meteen uitleggen naar deze ronde. Dus eerst even ronde 14 proberen te overleven. Kijk, ik wil liefst de Haymaker. En toen de Hunderwaffel gehad. Maar de Haymaker, ja, ik wil die speciaal perk hebben. Wij gaan even dat die ding niet pakken. Deze gaan we even verspillen. Zodat wij de geheime perk krijgen. Zo grappig, hij schiet gewoon één keer dood. Oké. Ik mag eigenlijk dit gaan doen, we gaan het ook niet doen. We moeten even deze verspillen. Ik ga snel een nieuwe halen. Kijken of daar de dingen in zit. De extra perk. Oké, ga kijken. Wat is dit? Een fire seal. Nou, het is ons niet gegund. Dus wij gaan maar gewoon proberen de Haymaker te krijgen. Dat is een stuk beter als de Hunderwaffel. Nee, ik vind het beter, ik vind het handiger. Dat zou ik zeggen. Die hoef ik niet. Die gaan wij niet doen. Zo. Nah, de Gorgon doen wij ook niet. Moet zo'n rotwapen? Ja, een rotwapen. Ik heb al een paar keer mee gespeeld, alleen de zombies. Omdat ik toevallig kreeg. Voor de rest is echt een poepwapen, echt waar. Hij moet die dingen fire zullen zetten. De Argus. Het is wel een lekker wapentje, maar zo weg. Zo. Echt even dingen hebben hoor. Haymaker. Ik zie jij hoeveel olie te hebben. Dat is ammo. Huh, rennen voor die. Fire heel voorbij is. Weer deze. Nou, in ieder geval, ik zal vertellen hoe je natuurlijk die extra perk krijgt. Het is heel simpel. Als je monkeys hebt, ik heb natuurlijk geen monkeys, ik kan jullie laten zien. Dan moet je een monkey pakken, moet je daarin staan. Tenminste, onze beurt. Daar is onder eentje en daar. Moet je monkey ingooien, moet je zelf gaan teleporteren. Overal drie keer doen. En dan komt achter dat muurtje hier zo komt een perk. Dat is alleen maar headshots. Dan ga je richten, ga je gelijk op de hoofd schieten. Dat is echt een basisperk. Hoef je niet meer echt zichzelf te richten. Niet dat het heel moeilijk is, maar is wel een handige perk, zeg maar. Even snel rennen, kom op, halen wij het nog? Nee, we halen het niet meer. Nee. Nou pakken we deze gewoon, geen probleem. Toch punt genoeg. De VMP. Ik hoef geen VMP. Ik moet de Haymaker hebben. De Haymaker, kom op. Ha. Aapje. Aapje. Teddybeer. Schat aapje daartegen. Ik zeg altijd apen tegen. Oké, ik zag beneden dat daar de snoepjesmachine was. Een bubblegum. No longer.
Oké, wat dit is. Ja, kijk, dit moeten we hebben. En dan moeten wij deze kopen. Kijk. Dan hebben wij een extra perk. Niet de extra perk die je met monks kan krijgen. Dat niet, want dat is nog een extra perk. Die staat nog niet in de map. Die moet tevoorschijn komen. Zo. We kunnen een extra wapen kopen. Level 16 alweer, joh. Een hondje. Als je met twee mensen staat, dan kun je echt heel ver komen. Als één moet laden, weet je wel, dan kan de ander gaan schieten. Nou is het wel spannend wanneer je moet gaan laden, zeg maar. Als het nog druk wordt. En dan wordt het. Dat wordt het echt. Oké, mystery box is daar, dat is lekker. Dan gaan we even mystery boxen. Ja, toch. Een derde wapen. Weer een pretje. Echt, pretje madness. Kom, ga weg. Chop chop. Die hoef ik niet. Bam bam. Oké. Okay. En ik eens een aapje krijgen. Misschien toch die perk niet gaan laten doen. Ah, is beter. Het is beter. Zo. Ik moet echt die haymaker. We gaan echt binnen van de haymaker. De Argus. Haymaker. Chop chop. Zo weg. Kijk wat nou is het hoor. De reken, die pakken we wel gewoon. Laten we nou toch kijk nou, deze. En deze, maar we moeten de heen mee voor de reken hebben. Weer een pretje. Is ongelooflijk. Alweer de pretje. Oké. Okay. Let's go. Hoeveel punten? Oh, lekker. Nou. Nu gaan we kijken of we 120 kunnen halen. Dat kan makkelijk. Dan kan mijn ogen dicht hier zelfs. Dat is eigenlijk grappig. Kan je mijn ogen dicht doen, hè? Als je hier gaat staan, dan kom je ogen dicht zo. Ga ik volgende keer misschien Shadow laten zien, als ik heel veel snap. En nu als de DLC uitkomt, de Essen Drach, als ik goed uitspreek. Is ook wel leuk om jullie laten zien. Ga dood! Oh. Grapje. Is een grapje. Ik zal gewoon niks te vertellen, het is gewoon stilte, maar het is natuurlijk zombies, dus ik kan niet door één stuk door blijven willen natuurlijk. Zo, gaan we snel even kijken of wij de haymaker eruit kunnen krijgen, als we echt geen verpakken puntjes, want die hoef ik niet. Nou, we gaan wel even verpakken puntje. Dan zal wij deze twee wapens volledig hebben. Deze ga je even eerst pakken puntje. Even achter me kijken.
Meteen zombie killen. Dan gaan we na deze ronde deze aflevering weer afsluiten. Kom op. Waar is die laatste? De ene laatste. De laatste, kan toch goed. Even snel deze in het pack punch gooien. Die wil ik niet. Ik wil die Thunder, die hoe heet je nou? Ik kan er niet op komen. Deze. Thunderwall. Ik kan het toch goed. Doe even één ronde. Dan toch weer één minuutje toch. Een paar minuutjes. Doe even ronde. Één ronde nog. Mooi paars. Even één keer kijken. Die hoef ik niet. Oh. Die moet ik wel. Kijk, zo maai er even snel erin. Pa. Doe even. Kijk, dan vliegen ze weg, zie je wel. Thunderwall. Vuurwerk is ook goed. Maar Thunderwall is toch wel het beste. En dan moeten we eruit. Zo. Springen we lekker naar beneden. Kaboom, die moeten we ook even hebben. Of willen we punten hebben? Nee, we moeten kaboom hebben. Dat is ammo's net geweest. Okay, gaan we één keer boksen. Laatste keer in deze aflevering. Eén keer boksen. En dan moeten we hem hebben. Ja, kijk, we hebben hem mooi. Kijk, kijk, kijk. Gaan we mooi de volgende aflevering gebruiken. 12,5 minuut. Dan gaan we volgende keer kijken. De aflevering 4 of wij heen mee kunnen packen punchen. En ronde 30 misschien wel te halen. Misschien moet het wel lukken. Of even snel heen gaan. Laat een like achter en dan zie ik jullie de volgende keer weer. Oude we.